Zaalvoetbalclub DGAC uit Schorl is boos. Ze zijn niet langer welkom in sporthal De Blinkert. Wij worden gewoon echt de deur gewezen, echt Schorl uitgestuurd. Ja, toen ik die brief kreeg was ik gewoon sprakeloos. Ik dacht gewoon van het is een 1 april grap. Het is gewoon een hele slechte 1 april grap. Het bestuur van de sporthal zegt niet anders te kunnen. Ze komen geld tekort en kunnen de hal goed verhuren aan een fitnessclub. En daarmee wordt de toekomst van De Blinkert veiliggesteld. Dit is zeker de doodsteken, want het houdt gewoon in dat wij dus uit de dorpskern Schorl moeten. Een club van 80 leden, waaronder 20 jeugd. Ja, dat willen we niet. Dus dat is heel erg jammer. We vinden het arrogant dat het op deze manier weg is gegaan. Ja. Maar ze zeiden ja, het gaat gelijk weg. En als je nou weg zou moeten, ergens anders heen, ergens buiten het dorp? Dat wil ik echt niet. Dat vind ik echt niet leuk. Nee. Nu is het ook lekker dichtbij en dan, ja. Dan kan je op de fiets en dan hoef je niet altijd met de auto. Als er hier geen plek meer in De Blinkert is, is er ook geen plek meer voor ons ergens anders. Het voortbestaan van de club staat dus op het spel. De voetballers proberen daarom steun te vinden bij de politiek. Want bij de gemeente hoeven ze vooralsnog niet aan te kloppen. De zaalvoetbal is in eerste instantie de dupe, maar als daarmee De Blinkert gered kan worden, dan denk ik dat de kwestie is van belangenafweging. Er zijn heel veel sporthallen in de buurt, dus op zich, ik snap dat mensen heel graag in hun eigen dorp willen blijven voetballen. Maar ik kan niet garanderen dat het tot in lengte van jaren zo zal blijven. Het ziet er dus somber uit voor de zaalvoetballers. Gesprekken met de sporthal over andere oplossingen lopen dood en dus overheerst de woede. Nou, wij zijn echt wel boos en woedend inderdaad. Ik sta hier ook echt ingehouden dit te vertellen. En ik heb er gewoon geen woorden voor.